een grijs blokje. Dus dan vervaagt het, zeg maar. Dan het wat heb ik nu en nu heeft hij het genegeerd en dan wordt het zeg maar gestrekt, gehedged. Maar dan ging nu twee dingen door elkaar eigenlijk, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat u nu een keer moet rekenen. Wil je ook iets berekenen? Dat zal ik eens gaan berekenen. De stof. Ja. Dan moet u... Dan moet geluid eruit. Ja, het moet geluid. Ja. Dan zou ik het gewoon mogelijk houden. Ja. Om goed contact met de tafel te krijgen, je moet een beetje eigenlijk het pennetje verticaal houden. Ja. Maar kun je ook? Het is een gipsbedrijf, hè? Dus er moet wel stof zijn. Ja, dat is ook de tijd aan het rekenen. Nou, we hebben al gezegd, we hebben natuurlijk onze kavers woningen bouwen. Maar eigenlijk kan het natuurlijk nooit hier bij dit bedrijf draaien. Als je in ieder geval geen bedrijf wil verrijderen. Uw voorganger had al dit genegeerd. Dus die zijn nu genegeerd. Dus daar hebben ze wel geen last mee. Oh, wacht, je kan dus wel ze wel even terugzetten. Even kijken, dan moeten we weer op dat groene bolletje. Dan moet u weer. Ja, u kunt hier zien herstellen. Dan gaat hij weer. Wilt u die ook herstellen? Ja, dan kunt u die ook herstellen. Dan zal u wel opnieuw moeten rekenen weer. Ja, je krijgt zo'n absolute contour. Hè? Mensen denken dan snel van, nou dat kan niet. Terwijl je de afschermende werking van de omliggende gebouwen zit er niet in. Nee, er zitten dus nog wel meer dingen niet in. Want windrichting hebben we er ook nog niet in gedaan. Omdat het gewoon te complex en te veel tijd kost eigenlijk. Dus het hangt ook heel veel af natuurlijk waar de wind vandaan komt. Ja, dat is echt een globale indruk die je natuurlijk hier een beetje schept. Ja, het is een eerste indruk, maar je moet dan opletten dat het niet door anderen als een absoluut voorwaarde wordt. Nee. Ja, en met daarom krijgen dus verschillende expertise en experts aan de tafel die dat wel dus uit kunnen leggen. Ja. Dus die nou zeggen van ja, het lijkt nou wel erg absoluut, maar er kan altijd wat... Ja, zijn natuurlijk altijd nog wat... Dat het in ieder geval niet uitgesloten wordt. Ja.